De Broadcast. Nee, ik heb natuurlijk ongelooflijk wel dingen meegemaakt die me raakten. Ja, je komt alleen niet naar je werk als je of dood bent of 40 graden koorts. Dat kan niet, het is gewoon geen optie. Dus ik heb heel lang mijn tranen ingehouden gewoon of niet kunnen huilen. Het is een programma wat niet per se helemaal bij mij paste, denk ik. Oké. Ook omdat ik het best wel lastig vond om in een rol te zitten waarin je heel erg een mening moet hebben over showbusiness. Ik merkte dat ik daar altijd heel ongemakkelijk van werd. Ik was altijd een beetje aan het draaien en aan het zoeken. Maar ik merkte dat ik daar niet heel soepeltjes mee om kon gaan of zo. Ik vond dat lastig.